Vindt u ook dat die ondergrondse glascontainers zoveel lawaai maken? In Nieuwegein is dat binnenkort voorbij. We hebben nieuwe technieken gevonden om dat geluid te reduceren. En dat hebben ze gedaan door rubberen flappen en geluidsabsorberende materialen aan te brengen in de nieuwe glasbakken. Zelfs de vloer, de voetgangersplatform zoals wij dat noemen, is aan de onderkant bedekt met materiaal, met geluidabsorberend materiaal. Een zacht bedje dus, voor het glas dat mensen erin gooien. Maar aan glazen potten zitten vaak nog etensresten, zoals pindakaas of een laagje saus. De container moet dan ook regelmatig schoongemaakt worden. En daar heeft de gemeente Nieuwegein nog geen rekening mee gehouden. En we zullen ook moeten zien of het inderdaad zo is dat het vaker schoongemaakt moet worden. Want u heeft gelijk veel schimmel in zo'n bak, dat zou niet fijn zijn. Dan gaat het onprettig ruiken en dat willen we natuurlijk niet. Ondanks dat de nieuwe containers nog niet getest zijn in Nieuwegein, verwachten ze dat het met de geluidsdemping wel goed zit. Nou, we gaan ervan uit, hè, deze containers die dit geluid dempende, dat op andere plekken wel getest is, dat dat bij ons ook goed gaat werken. Afwachten dus. Maar de nieuwe glasbakken gaan zo'n 15 jaar mee en hebben een inhoud van 5000 liter. En dat is behoorlijk wat meer dan de glasbakken die nu nog in de grond zitten. De huidige containers zijn 3000 liter, dus we kunnen meer glas opvangen. En waardoor we ook minder vaak hoeven te rijden. Zo'n zuil met 5000 liter is geschikt voor ongeveer 900 huishoudens.